Goed dat je het hebt gevraagd, ging waarschijnlijk over douanegebouw. Ja, douanegebouw, laten we iets corrigeren. Ik heb het woord ingenieursbureau gebruikt. Ik wist, kijk, alles even reden. Toch? Laat me wat zeggen, als je een bouwwerk uitvoert, dan heb je altijd een ingenieur of architect. Je hebt de aannemer die bouwt, je hebt een opdrachtgever of een bedrijf die dat werk accepteert. En waar ik vorige keer over had, zou eigenlijk moeten zijn, want kijk, vorige week pas wist ik dat er, nee sorry, nu pas weet ik dat er een architectenbureau ook bij was, dat wist ik niet. Weet je, tegenwoordig, bij die vorige regering heeft veel van die combinaties gebruikt van, jij bent alles, ingenieur, bouwer, eigenaar, alles. Dus laat me corrigeren, laat me zeggen, ik weet niet hoe ik het moet noemen, want nu pas weet ik dat er een architectenbureau is en ik ga het helemaal niet over het architectenbureau. Laat me dat duidelijk zeggen. Eigenlijk heb ik het over het bedrijf die het werk heeft geaccepteerd. Toch? Want misschien is de bouwer ook niets, misschien heeft de bouwer ook niets verkeerds gedaan. Dus dat gaan we rustig onderzoeken. Maar goed, vorige keer is het gebeurd en nu pas zie ik dat er nog meer partijen bij zijn. Dat wist ik niet. Het is verschrikkelijk dat je dat niet weet. Toch? En zo wil ik, weet je wat, dit ding is een ernstig ding. Want zo zie je dat als regeringen komen en gaan en staf komt en gaan, dat dingen in een vergeethoekje gaan. Want dat is vaak de opmerking van het volk. Waarom onderzoeken jullie dingen niet? Toch? Dus het is heel makkelijk als je iedereen weghaalt en ministers wisselt, ze vergeten alles. En dat interesseert hun ook niet. Toch? Dus dit is het gevaar bij wisseling van de wacht. Dat alles in een doofpot gaat. En het mag niet, want het volk wil onderzoek hebben. Voor de rest weet ik niet wat meneer Parmeja zal. Het zal wel in het parlement zal hij wel vragen stellen. Maar één ding gaat niet door mijn keel. Dat is dat als een gebouw, je kan nooit 100% betaald worden voor een gebouw. Punt uit. En daarvoor heb ik een besluit genomen dat wij de case voorbereiden om de toenmalige regering en de RVM naar de rechter te brengen. Dat besluit heb ik genomen, moet uitgevoerd worden, juristen maken het besluit. Dat gaat niet door mijn keel, dat kan nooit in een land van goed bestuur. Ik krijg geen enkele regel die dat toelaat. En het hoort ook niet zo in een land van goed bestuur. Punt uit. Dat kan niet.